Goeiedag iedereen. Welkom op deze webinar georganiseerd door de Wale Vastgoedgroep in het kader van de Nationale Vastgoedweek. Je woning verhuren, 10 fouten die je best vermijdt. Ik ben Cédric Lombaert, regiomanager binnen de Wale, actief binnen de groep sinds 2005. Ik neem jullie met veel plezier mee in de 10 fouten die je best vermijdt wanneer je een eigendom verhuurt. Uiteraard zijn er een pak meer. We hebben ons echter beperkt tot 10 meest voorkomende die voorvallen binnen onze kantoren of waarmee wij geconfronteerd worden bij eigenaars. Mocht u vragen hebben tijdens de webinar, stel ze dan gerust via de chat. Mijn collega Eline volgt mee en zal deze met heel veel plezier beantwoorden in de chat. Verhuren, dat is ook het actief bewaken van het rendement. Heel vaak, wanneer een investeerder investeert in vastgoed, dan is hij tevreden wanneer de huurgelden maandelijks binnenkomen en gestort worden op de rekening. Niettegenstaande, ook wel belangrijk, om die huurgelden wat in de mot te houden. In die zin dat, als er niet gekeken wordt naar het rendement, of als het rendement niet wordt gemaximaliseerd, dan is de kans heel groot dat er achteraf met een negatief rendement, of toch een minder rendement dan oorspronkelijk voorzien, wordt geëindigd. Er zijn daar een heel aantal valkuilen. Wij nemen deze vandaag eventjes met u door, de 10 meest voorkomende. De eerste valkuil, geen correcte huurprijs vragen. Een te hoge huurprijs zal zorgen voor leegstand. Als er een aantal maanden geen huurgeld betaald wordt in kader van de leegstand van die eigendom, al is het maar een vijftigtal euro die te veel gevraagd wordt, dan is er toch een hele periode nodig om die leegstand te recupereren. Als we spreken over vijftigtal euro op een huurprijs van 700 euro, dan wil dat eigenlijk zeggen dat er al ongeveer een drietal en een half jaar moet verhuurd worden vooraleer dat die 50 euro die te veel gevraagd wordt, wordt gerecupereerd. Een te lage huurprijs, dat heeft een onmiddellijk effect op het rendement. In die zin dat, je kunt uiteraard niet meer vragen wanneer dat het verhuurd is dan een te lage huurprijs. Er kan wel wat indexatie voortvloeien. Dus maar een onmiddellijk effect op het rendement. In de wetenschap dat er dan ook meestal meerdere huurders zijn. Dat er misschien wel een risico bestaat dat er gekozen wordt voor de verkeerde huurder. Een correcte huurprijs, hoe wordt die dan betaald? Uiteraard in kader van de marktsituatie, maar heel vaak afhankelijk van de grootte, de ligging, comfort en de faciliteiten die de woning aanbiedt. Een tweede valkuil, dat is de eerste, de beste huurder selecteren. In de verkoop, daar is het simpel, daar verkoopt de verkoper meestal aan de hoogste bieder, de persoon die het meest wil betalen. In de verhuur werkt het niet op die manier. Daar wordt er niet verhuurd, of meestal toch niet verhuurd, aan de persoon die het meest wil betalen. Daar wordt er eigenlijk verhuurd aan de beste kandidaat. Wat is de beste kandidaat? Dat is de persoon waarvan u verwacht dat hij elke maand kan betalen en dat ook de eigendom goed onderhouden wordt. Dus die twee zaken zijn superbelangrijk. Elke maand betalen enerzijds en anderzijds een goed onderhoud. Dus niet zozeer de persoon die het meest wil betalen voor het huurpand. Een derde valkuil, dat is discrimineren. Een grote valkuil in die zin dat bij de keuze van de huurder er niet kan gekeken worden naar zaken zoals afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, religie. Dat is een beperkte opsomming hier. Het zijn er uiteraard nog een heel aantal. Kwestie van te zorgen dat er daar op basis van die zaken niet gekozen wordt voor die huurder. Maar op welke basis kan er dan wel gekozen worden? Dat zijn objectieve zaken, zoals bijvoorbeeld de solvabiliteit en de credibiliteit. Kan die huurder betalen? Als er 700 euro gevraagd wordt, dan gaan we ervan uit dat er een maandelijks netto inkomen is van een 2100 euro. De vorm van inkomen maakt op zich niet veel uit, want de solvabiliteit, de algemene regel, is huurprijs maal 3. Kan die huurder dat betalen? Anderzijds, de credibiliteit. Is die huurder geloofwaardig? Hetgene wat dat hij mee heeft in kader van kandidatuurstelling, is dat correct? Klopt dat? Als er dan een huurder is die zich aanbiedt waar je niet wil aan verhuren, dan kun je die persoon weigeren. Daar hoef je ook geen verantwoording voor af te leggen, zolang dat die weigering niet gebaseerd is op discriminerende zaken. Dus een huurder kun je weigeren zonder verantwoording, maar mag uiteraard niet discriminerend zijn, de keuze die je daar op dat moment maakt. Geen goede plaatsbeschrijving opstellen, dat is een vierde valkuil. Die plaatsbeschrijving, dat is misschien zelfs nog belangrijker dan een huurcontract. Een huurcontract wordt getekend, meestal verdwijnt dat in de onderste lade van de kast, komt nooit meer tevoorschijn. Die plaatsbeschrijving des te beter.
In die zin, dat op het moment dat de huurder vertrekt, dan zal die plaatsbeschrijving opnieuw boven water komen om daar de controle te doen in functie van huurschade en eventueel sleet. Die plaatsbeschrijving dat moet voldoende gedetailleerd opgemaakt worden, best op basis van foto's en tekst. Dat wordt door beide partijen getekend en de kost wordt ook gedragen door beide partijen. Zowel de verhuurder als de huurder betalen de helft. Is dat de makelaar die dat opmaakt? Is dat een expert die dat opmaakt? Daar wordt de kost gedeeld. Je kunt dat uiteraard ook zelf opmaken als huurder of verhuurder. Dat is uiteraard niet aan te bevelen, een kwestie van de plaatsbeschrijving op een goede manier op te maken. Als die plaatsbeschrijving is opgemaakt, dan moet dat uiteraard ook meegeregistreerd worden met de huurovereenkomst. Is het huurcontract al geregistreerd, dan kan dat bijgeregistreerd worden achteraf bij de huurovereenkomst. En dat is ook kosteloos. Een vijfde valkuil, dat is niet nagaan of je huurder een brandverzekering heeft. Het is verplicht van die huurder om de woning in originele staat te houden. Dus als hij een woning krijgt, op het moment van de huurovereenkomst, start van de huurovereenkomst, dan is de insteek om op het einde van de rit in dezelfde staat af te leveren terug aan die verhuurder. Mochten er lopende de huurovereenkomst een aantal zaken zijn schadegevallen, bijvoorbeeld lekken, brand of storm, dan zal die huurder daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Die verplichting staat ook opgenomen in de huurovereenkomst. Dus die huurder kan niet anders dan een brandverzekering af te sluiten. Uiteraard ook wel belangrijk dat er dan opgevolgd wordt dat er ook effectief eentje is. Stel dat dat niet het geval is, dan kan dat problematisch zijn voor die huurder of verhuurder op het moment dat er schadegevallen zouden zijn. Brandverzekering op een inboedel, dat is niet verplicht. Dus enkel het gebouw die verplicht moet verzekerd worden. Een volgende valkuil, een zesde, dat is de betaling van de huur niet goed opvolgen. We merken heel vaak op kantoor dat verhuurders te laat in actie schieten. Heel vaak zijn er al 3 of 4 maand huur achterstal, waarbij dat die verhuurder plots aan de noodrem trekt. Eigenlijk is de insteek van zodra dat de eerste maand geen huurgeld binnenkomt om daar actie te ondernemen. Dus die snelheid van handelen is superbelangrijk. In die zin dat er wanneer dat de huurder niet betaalt, dan kun je een aantal zaken doen. Eerste herinnering, tweede herinnering en finaal een ingebrekenstelling. Kwestie van je dossier zo goed mogelijk voor te bereiden om dan indien nodig naar de vredrechter te trekken om daar een ontbinding van die huurovereenkomst te vragen. In het kader van niet betaling van de huurprijs. Mocht er een goede communicatie zijn met de huurder waaruit blijkt dat er wel bereidwilligheid is om die huur te betalen, dan kun je eventueel nieuwe afspraken maken. Zet dat dan ook op papier. Een afbetalingsplan of de huurder die mee heeft de komende maand telkens een stukje in te lopen. Dat kan. Je kunt dat perfect onder partijen afspreken. Belangrijk is om dat op papier te zetten. Stel dat die huurder dan zijn beloftes niet nakomt, dan heb je dat op papier. Een volgende valkuil, een zevende, dat is niet indexeren, te laat indexeren of foutief indexeren. Indexeren, dat is eigenlijk de gemakkelijkste manier om je huurprijs op peil te houden. Dat is een manier die voorzien is bij de wetgeving, om daar de huur telkens aan te passen in functie van de indexcijfers. Dat is op zich niet verplicht. Dus je kunt een gunst verlenen aan de huurder om niet te indexeren. Natuurlijk ook wel belangrijk dat dat dan meegegeven wordt aan de huurder, dat dat een gunst is. Want wat zou er voor problemen kunnen zorgen? Dat is wanneer dat er door de verhuurder beslist wordt om niet te indexeren gelopende een aantal jaar. Als er dan finaal na een aantal jaar toch beslist wordt om te indexeren, dan kan dat soms wel wat verkeerd vallen bij die huurder. Dus het is belangrijk als er niet geïndexeerd wordt, dat dat ook dan wordt duidelijk gecommuniceerd aan de huurder dat dat een gunst is. Dat dat geen verworven recht is, anders garandeert problemen wanneer dat er dan toch zou geïndexeerd worden op termijn. Als je te laat zou geïndexeerd hebben, dan kun je met terugwerkende kracht gaan indexeren. Het is te zeggen 3 maanden. Dat is niet zo heel lang, maar dat geeft u een beetje respijt. Als je ergens op de verjaardag van de huurovereenkomst vergeten bent te indexeren, je zit een aantal maanden verder, dan kun je wel met 3 maanden terugwerkende kracht tot aan de verjaardag van het contract de huurovereenkomst indexeren. Mocht je niet echt heel goed weten hoe dat er moet geïndexeerd worden, dan staat de formule heel vaak in de huurovereenkomst opgemaakt. Opgenomen, excuseer. En anders kun je perfect via de huurcalculator die online terug te vinden is, de huurprijs berekenen op basis van de basishuurprijs, het initiële indexcijfer en dan de nieuwe index. Volgende valkuil, een achtste. Dat is geen jaarlijkse afrekening opmaken. Dat valt zich vooral voor wanneer dat er een appartement verhuurd wordt of wanneer dat er gehuurd wordt in mede-eigendom.
Iedereen weet wanneer dat er een appartement gehuurd wordt, dan is er een stukje gemeenschappelijke kosten in kader van de lift, elektriciteit, onderhoud van de hangen. Die moeten gebeuren, of zelfs onderhoud van de groenzones in het gebouw, of rond het gebouw beter. Dat moet betaald worden. En elk heeft daar zijn eigen aandeel in de lasten. Dus de verhuurder betaalt een stukje en de huurder betaalt een stukje. Er zijn heel wat syndici die afrekeningen bezorgen waar die opsplitsing al gemaakt staat tussen de huurder en de verhuurder, zodoende dat dat enkel alleen naar de huurder moet doorgestuurd worden om bij te betalen in die geval, mocht dat het geval zijn. Als die syndicus het overzicht niet bezorgt met die verdeling, dan bestaan er op zich wel lijsten waar de spelregels in vermeld worden, wat dat er te last is voor de huurder en wat dat er te last is voor de verhuurder. Dus de jaarlijkse afrekening kan opgemaakt worden. Er zijn heel wat verhuurders die dat nalaten te doen vanuit de zekere schrik, omdat ze de huurder niet willen lamenteren. Dat ze denken van, de huurder zal weglopen als ik die afrekening maak. Eigenlijk een beetje hetzelfde op die indexatie. Daar is ook het schrik heel vaak van, ik zal niet indexeren omdat ik mijn goede huurder wil behouden. Hetzelfde met de jaarlijkse afrekening. Het is een lastige om dan de bijbetaling te vragen aan die huurder. Ofwel wordt het niet gedaan, puur uit onwetendheid. Als je de afrekening krijgt van de syndicus, dat voor waar wordt aangenomen, dat dat moet gedragen worden door de verhuurder, dat er geen afrekening kan gemaakt worden, dat is ook niet correct. Dus wanneer dat er een jaarlijkse afrekening komt van de syndicus, dan kun je dat perfect doorrekenen aan de huurder. Uiteraard in functie van de voorschotten die al betaald zijn geworden. Is er elke maand een voorschot van €50 betaald, €600 op jaarbasis, mocht blijken dat dat ontoereikend is, dan zal de huurder daar een stukje moeten bijbetalen. Stel dat het te veel is, de afrekening stelt bijvoorbeeld dat er maar €500 moet betaald worden door die huurder, dan ben je als verhuurder verplicht om daar die €100 terug te starten. Als er gewerkt wordt met forfaits in de huurovereenkomst, dan spreekt het voor zich dat er geen jaarlijkse afrekening kan gemaakt worden. Die tegenstaande, op de dag van vandaag, wordt er heel vaak met voorschotten gewerkt. En het systeem van forfaitaire voorschotten, eigenlijk forfaitaire bedragen, tenminste, is eigenlijk niet zo heel veel meer van doen. Dan 9. De woonst onvoldoende onderhouden of verouderd vastgoed te lang bijhouden. Is een grote valkuil. In die zin dat als je met een onvoldoende onderhouden eigendom zit, of een verouderd eigendom, dan moet je weten dat huurders eigenlijk altijd controles in het kader van woningkwaliteit kunnen aanvragen. Dat zijn conformiteitsattesten die afgeleverd worden. Als die controle ontoereikend is, of er zijn voldoende strafpunten, dan kan je eigendom onbewoonbaar verklaard worden. Dus verouderd vastgoed lang bijhouden, weet dat dat eigenlijk constant ajour moet gezet worden en onvoldoende onderhouden. Weet ook dat de kwaliteit in relatie staat met de huurprijs. Hoe beter uw pand, hoe beter dat de huurprijs ook zich zal stellen en hoe beter dat die kwaliteit van de huurder ook zal zijn. Dus superbelangrijk, onvoldoende onderhouden, zorg dat er daar voldoende onderhoud is en verouderd vastgoed eigenlijk van zodra dat een eigendom 10, 15, 20 jaar oud is, dan moet er misschien eventjes over nagedacht worden om te verkopen en te investeren in iets nieuwer gegeven die meer ajour staat. Stel dat je dan beslist om een ouder eigendom te renoveren, kies dan vooral voor degelijke, slijtvaste materialen. Kies niet voor de meest luxueuze. Een huurder heeft dat ook niet nodig en meestal kan dat ook niet meer gerecupereerd worden via een aanzienlijk hoge huurprijs. Kies voor degelijke, slijtvaste materialen, zodanig dat er daar niet al te veel discussie is wanneer een huurder daar een aantal jaar heeft gewoond of dat er een aantal huurders zichzelf of een aantal huurders hebben opgevolgd. En dan een laatste, besparen op een goed dossieropbouw. Als een verhuurder investeert in vastgoed, dan wil je liefst zoveel mogelijk opbrengst, hoge opbrengsten en weinig kosten. Dat is normaal. Dat is bij iedereen zo, dat is ook logisch. Die tegenstaande dat een kleine kost soms heel veel return kan opbrengen. In die zin, zorg dat er een sluitende huurovereenkomst is. Zorg dat er een kwalitatieve plaatsbeschrijving is. Zorg dat er een registratie gebeurt van de huurovereenkomst, zodoende dat die huurder niet in allen tijde kan vertrekken zonder opzeg of schadevergoeding. Want die zaken daarop kibbelen en eventueel huurcontracten downloaden online om dat zelf in te vullen, dat betekent op het moment dat je het aan het opmaken bent, €0 kost, maar op het einde van de rit, wanneer er dan problemen zijn, dan kan je dat een paar duizend euro wel schelen of kosten dan, omdat het dossier gewoon niet in orde staat. Dus zorg dat je daarbij gestaan wordt door een professional. Goed, dat waren de 10 valkuilen.
Hopelijk hebben jullie er iets van opgestoken en zijn er daar een aantal mini-boodschappen waarmee dat je aan de slag gaat. Mochten er vragen over zijn, uiteraard welkom in onze kantoren, zoals ik daarnet aangaf. Deze webinar wordt aangeboden door de Wale Vastgoedgroep. Levenslange partner in wonen ondernemen, waarbij dat we de grootste onafhankelijke makelaar zijn van België. Lokaal verankerd, waardoor dat we een doorgegeven persoonlijke begeleiding kunnen aanbieden. Van één dossier beter een vast contactpersoon. En als er dan al iets voorvalt in de loop van uw huurovereenkomst, of er zijn bepaalde zaken die niet vlekkeloos lopen met uw huurder, dan hebben we bijvoorbeeld een team van legal collega's die dat dan met veel plezier zullen opvolgen. Dus die onevenaarde kennis van de vastgoedmarkt is ook een belangrijke. Ziezo, en om dan te eindigen met een quote van onze CEO Sophie Spriet. We begeleiden onze klanten een leven lang in alles wat ze ondernemen met vastgoed. Dat is niet anders in het kader van die webinar hier. We hopen dat jullie er iets van op het stoken hebben. Bedankt voor jullie aanwezigheid en graag tot later.